Oké, okay, stap uit. Uitstappen. Uit de golfkar. Oké, okay, wie? Helemaal top. Oké, okay. Dan hoef ik het zelf niet te doen. Waarom shoot, damage, shoot? Waarom schreeuwen die cops dat altijd hier in GTA? Het is altijd schieten, schieten, schieten. En niks anders. Maar in ieder geval, de golfkar wordt gereturned naast de rightful owner. Wij moeten nou wel even de helm opzetten. Zo net hadden we natuurlijk haast. Maar nu kunnen we gewoon wel een helm opzetten. Dus laten we dat ook gaan doen. En laten we nu gelijk doorgaan naar de volgende call. Hopelijk is die wat spectaculairder natuurlijk. Ik hoop dat we nog een robbery krijgen. Ik vind die robbery echt leuk. Wie die calls heeft gemaakt, shout-out naar jou. Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar weer een nieuwe video van mij, Joey, a.k.a. Killa J. En vandaag is het weer tijd voor een nieuwe patrol op GTA 5. En vandaag zijn we op de motor, de BMW 1200 RT. Met natuurlijk onze mooie lampjes. Ik vind het wel jammer dat hij niet die staaf heeft achterop, weet je wel, met die blauwe lamp. Maar ja, in ieder geval, hier moeten we mee doen vandaag. Deze motor hebben wij vandaag tot onze beschikking. En hiermee gaan we vandaag op patrol. Er is hier ook iemand neergeschoten trouwens, what the fuck. Moeten we hier blijven om het te investigaten? Nee, weet je wat, wij rijden gewoon lekker door. En we gaan kijken wat de patrol van vandaag ons allemaal brengt. Ik wil dit trouwens ook nog even vragen om mij te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Linkjes staan allemaal in de beschrijving. Ik zal het super erg waarderen als jullie dat zouden willen doen voor mij. En dan, dan gaan wij nu verder met de patrol. Zal ik me een beetje aan de verkeersregels gaan houden? Ik denk dat dat wel beter is voor vandaag. En ik zie dat mijn greenscreen een beetje verkeerd staat op mijn camera nu. Dus laten we die ook gelijk even goed gaan zetten. En dan zie ik jullie zo bij de volgende call. Oké, dames en heren, we zijn onderweg naar een abandoned motor vehicle. Ik ben even door de calls heen gaan scrollen. En deze call is wat bij ons terecht kwam. Dus laten we even zo doen. En dan doen we gewoon even alleen de lampjes aan. Zodat ze wel zien dat we een beetje haast hebben. Want we willen natuurlijk zo snel mogelijk die auto van de weg af hebben. Dus laten we die kan even snel oprijden. Dus even kijken, waar zit het precies? Het is best een eindje rijden. Dus we gaan even in de snelle fase, en daarmee bedoel ik niet dat we gaan fast forwarden, maar ik bedoel dat we daar gewoon even de snelheid flink gaan overtreden. Want we willen natuurlijk zo snel mogelijk de weg weer clean hebben, zodat er niet te veel opstoppingen komen. Het is ook nog eens op de snelweg volgens mij. Dus daar moet het zeker goed blijven doorstromen, anders staat straks heel Los Santos in de file. Dus even kijken hoor, zijn we er al bijna? Volgens mij zijn we er bijna. Oh, ik vind motorrijden echt vet. Het gaat echt, ik weet niet, je voelt je veel vrijer op een motor dan dat je je voelt op een, in een auto. Oké, dit is de auto waar het over gaat, de desbetreffende auto. Laten we hem eerst even aan de kant van de weg zetten, zodat in ieder geval deze afrit weer helemaal vrij is. En dan halen we er een tow truck bij om op te halen. Zo, auto even aan de kant van de weg. There we go. Zo, en dan moet dit even snel, tow truck. Zo, tow truck is onderweg. Wij gaan hier nog even wachten tot hij aanwezig is, zodat we weten dat het sowieso afgehandeld gaat worden. Oké, ik heb de call beëindigd, want de tow truck doet er een beetje langer over dan verwacht. Dus we doen onze sirenes weer uit en we gaan gewoon weer verder met onze patrol. Want de tow truck komt uiteindelijk toch wel en de auto zit als het goed is nu op slot. Oh, wauw, op het moment dat we wegrijden is de auto op miraculeuze wijze verdwenen. In ieder geval, wij gaan gewoon verder met onze patrol. We gaan die auto daar even controleren, want die ziet er wel heel sporty uit. Ik wil wel even weten wie erin rijdt en of die auto natuurlijk niet gestolen is. Want deze buurt is een beetje kut en dan rijdt er zo'n mooie auto. Dus laten we eens gaan kijken wat er aan de hand is met deze auto. Klopt het? Het is een 9th F2 met de plates O8RIN151. Dus laten we eens gaan kijken. 08 Robert Ida Nora 1 5 license suspended. Oké, dus we gaan hem wel even aan de kant zetten. Oké, owners come to a stop. Oké, wie was de owner van deze auto? Dat moeten we natuurlijk nog even gaan checken in onze logs. Dus dan gaan we hierheen en dan... Oké, de owner is Ryder Houston. Dus als hij achter het stuur zit, dan heeft hij waarschijnlijk geen rijbewijs. Ask for ID. Dus even kijken, wat is uw naam? Ryder Houston. Oké, in onze gegevens blijkt dat u geen rijbewijs heeft. In ieder geval geen license, die is gesuspended. Dus ik moet u even vragen om de auto te verlaten. We hebben bij deze aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs. En dan gaan we het op bureau allemaal even wat verder uitzoeken. Oké, snapt u dat? Bent u bereid om mee te werken, meneer? Kom op, arresteer hem.
Oké, weet je wat, we gaan eerst nog even ask for ID. And there we go. Toen konden we wel kaffen. Oké, beneden ben aangehouden. Oké, ik ben niet tot antwoord verplicht. Ik mag even meelopen naar de stoep. Dan gaan we even een autootje voor u erbij halen, want ik kan u natuurlijk niet meenemen achter op de motor. Komt u maar even mee, hierheen. Ja. 1, 2, 3, loop een beetje door, meneer. We hebben niet de hele dag de tijd. Oké, loop maar een stukje verder, meneer. U hoeft niet op uw kont te zitten. Maar, kom maar, ja. Helemaal top. Nog even gaan zitten. Dan halen we er ook even gelijk een autootje voor hem bij. There we go. Oh, zag je die stylish hoe ik in die auto stapte? Ik sprong er gewoon in. Zo. Deze auto gaat trouwens naar de impound lot, meneer. Daar kunt u de auto ook weer weghalen als u hem ooit nog weer terug wil hebben. Tegen een vergoeding natuurlijk. En hij is opgehaald. Dus hij gaat de bus in en wij kunnen weer verder. Hopelijk krijgen we nog een leuke call. In ieder geval... Hij is aangehouden. En dat is uiteindelijk waar het om draait. Nou, had ik toch, mijn instinct was toch goed om die auto even te gaan controleren. Hopelijk is mijn instinct ook goed bij deze. En ik moet mijn helm opzetten. Waarom is hij zo langzaam met zijn helm? There we go. Oké, wat krijgen we terug op deze auto? Target license plate. 6-3, Sam, Ida, Union 6-7-4, no 1099. Geen insurance. Oké. Het kan geregeld worden. There we go. Oké, die is ook gestopt. Hij krijgt gewoon direct een boete. Continue. U moet wel insurance hebben op uw auto. Ik krijg vandaag een lage boete van $50, oké. Okay? Vandaag 50% discount dag, anders was die €100 geweest. En u heeft geen insurance, dus there we go. We're on our radar now. Get insurance as soon as possible. There we go. En dat is de tweede meneer die we vandaag geholpen hebben. 1 aanhouding en 1 keer een boete. En nou gaan we eens kijken of de meldkamer nog een call voor ons heeft. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We've got a robbery in Textile City. There we go. We gaan met alleen... Oh, alleen optische signalen, geen geluidssignalen natuurlijk. Want we willen natuurlijk niet dat de boeven weten dat we eraan komen. We moeten de boeven natuurlijk gewoon in de kraag vatten. Dus laten we eens gaan kijken hoeveel mensen daar zijn. Ik wil natuurlijk ook wat backup als ik daar eenmaal ben. En achter een motor kun je niet echt schuilen. Dus ik ga mijn motor een stukje verderop parkeren. Oké. Het gaat allemaal nog goed. Deze motor is ook lekker snel. Veel sneller dan die bus van gisteren. Dat is natuurlijk ook super chill. Oké, deze winkel wordt geropt. Jesus Christ! Oké, ik wil code 2. Nee, ik wil een code 3. All units, backup needed in Textile City. Units respond. En dat was niet de bedoeling. Ik wou gewoon naar... Oké, meneer. Oké, hij heeft geschoten. Er zijn schoten gelost, OC. Schoten gelost. Oké, hij kan nergens heen. Oké, het is kogelvrij glas. Goed dat we dat weten. Oké, laat het wapen vallen, meneer. Meneer, laat het wapen vallen. Laat het wapen vallen. Meneer, laat het wapen vallen. Waarom schiet hem nou niet direct dood? Oké. Hij is verloren. Een verloren zaak. Laten we binnen gaan kijken. Oké, het ziet er nou uit dat het binnen verder veilig is. De cashier is helaas wel doodgeschoten. Ik wou eerst met hem onderhandelen, maar ja. Oké, deze robbery is gecleared. Laten we doorgaan naar de volgende call. Ik hoop dat de volgende call beter afloopt dan deze. We hebben natuurlijk nog wel even de morgue nodig. Corner service. There we go. Want die lijken kunnen hier natuurlijk niet op straat blijven liggen. Dat is natuurlijk een beetje zonde. En ik vraag me af of zij nog gered kan worden. Zal ze nog gered kunnen worden? Ik denk het niet. Ik denk het haast niet. Ik denk dat het verleden tijd is voor haar. Helaas pindakaas. Stolen golfcart. Daar gaan wij achteraan. Onze collega's hier kunnen het verder wel afhandelen natuurlijk. Motor hebben we hier geparkeerd, hè? Ja. Oh, hij rijdt gewoon een politieval in. Oké, here we go. Oké, we zitten nu achter het golfkarretje. Oké, stap uit. Uitstappen. Uit de golfkar. You scumbag!
Oké, wie? Helemaal top. Oké, dan hoef ik het zelf niet te doen. Waarom shoot, dammit, shoot? Waarom schreeuwen die cops dat altijd hier in GTA? Het is altijd schieten, schieten, schieten. En niks anders. Maar in ieder geval, de golfkar wordt gereturned naast de rightful owner. Wij moeten nou wel even de helm opzetten. Zo net hadden we natuurlijk haast, maar nu kunnen we gewoon wel een helm opzetten. Dus laten we dat ook gaan doen. En laten we nu gelijk doorgaan naar de volgende call. Hopelijk is die wat spectaculairder natuurlijk. Ik hoop dat we nog een robbery krijgen. Ik vind die robbery echt leuk. Wie die calls heeft gemaakt, shout out aan jou. Dispatch calling unit 1, Lincoln 18. We have a traffic alert for a grand theft. Dispatch, Ocean 1 responding. Oké, okay, dames en heren, we hebben een traffic stop backup. En daar willen we altijd zo snel mogelijk heen natuurlijk. Dus please respond to the officer requesting backup. Dat gaan we nu ook doen. Oh, sommige mensen weten ook echt niet wanneer ze welke kant op moeten. We hebben heel wat units trouwens ook in de buurt. Die kun je trouwens op de map zien door de roze stipjes volgens mij. Als jij ze gecalled hebt, dan zijn de roze stipjes zijn de backup die jij toegecalled hebt. Volgens mij zit het zo, want sinds dat ik dat gedaan heb, zijn die roze stipjes de politieagenten. Dus ik vertrouw volledig op de roze stipjes. Oh my god. Het was een unmarked car, de Audi. Oh, dit gaat hem duur. Oh, fuck. Oh my god, are you fucking serious? Het aanrijden van een politieagent. Dat is gewoon fucking poging tot doodslag. Oh my god, je hebt geluk dat ik nu achter iemand anders aan moet. Anders had ik hem gepakt, dames en heren. Anders had ik hem gepakt. Maar we moeten onze collega helpen, want we zijn tenslotte op een traffic stop backup. Dus even kijken hoor, we zijn nog niet zo heel verder vandaan volgens mij. Oh my god. Oh, ik ben blij dat ik nog leef. Backup needed. Del Perro Freeway. Oh my god. Ze rijdt gewoon. Ik rijd gewoon over haar heen achterwaarts. Zag je dat? Dat was echt rare shit. Oké. Okay. Ik heb jeuk aan mijn neus ook, jongens. Dat is gewoon niet chill. Oké, okay, eens even kijken of we deze auto tot stoppen kunnen dwingen. Oh, zet die auto gewoon aan de kant. Hoe lang gaat deze chase duren? Ik ben nu ook op de motor, dus ik kan niet pitten of zo. Ik ga gewoon een bandje schieten dan. That's where we're good at. There we go, dat is één band. Oh, we worden beschoten van achteruit. Serieus? There we go, he's down. Maar we moeten die andere vrouw of man die achter het stuur zit van die snelle auto niet laten wegkomen natuurlijk. Dus daar gaan we nu ook gelijk door achteraan. Want die justice will prevail. Oh my god. Daar wil ik achterlang schieten. Dat moet je niet doen bij een vrachtwagen. Die heeft een dode hoek, Joey. Oké, okay, uitstappen nu meneer. Uitstappen, uitstappen. Oh my god. Laat me niet in mijn gezicht slaan, vriend. En zeker niet als ik een pistool in mijn hand heb. Oké, okay, mijn backup is ook weer aanwezig. Dat is een goed idee. Laten we hier even overheen gaan. Ah, oh, natuurlijk. Je kan niet tussen de fucking boom door. Typisch weer iets. De Audi is ook weer aanwezig. Onze Audi. Ik vind die Audi echt mooi trouwens. Kom op, zet die auto nou aan de kant. Je weet al dat hij geen einde aan gaat komen. Stop it.
Kom op. Ik kan nergens meer heen. Waarom staat hij hier zo stil? There we go. Dan arresteren wij hem maar. There we go. Oké, hij staat een beetje ook op een lastige positie om te kunnen lopen. Hij stond ingesloten tussen twee auto's, maar kom maar even mee, meneer. Oh, mijn motor ligt op de grond. Mijn arme motor ligt op de grond. Oké, maar wordt hij opgehaald gelijk? Hij hoort in die auto te stappen volgens mij, maar de deur ligt nou op de grond. Niet mijn probleem. Niet mijn probleem. Wij gaan er gewoon lekker vandoor. There we go, hij zit in de auto. Oké, wat gaan we nog doen? We moeten nog sowieso wel even één call doen voordat we deze episode kunnen eindigen. En ik hoopte eigenlijk op een robbery. Dus dit is een stolen police bike. Public intoxication. Driver under the influence. Ik wil een robbery! Traffic stop backup. Nee. Ik wil een robbery. Dispatch calling nee. Unit 1, Lincoln 18. Citizens report. Nee. A DUI and little soul. Nee. I don't want that shit. Kom op, geef me een goede call. Oké, we gaan wel even wachten. Ik zie je zo weer als we een chill call krijgen. Want ik wil echt een chill call. Oké, dames en heren, dit is wel een leuke call op zich volgens mij. Als die geaccepteerd wordt tenminste. Rijdt hij daar? Maar rijdt hij daar. Een stolen police bike. There we go. Oké, je gaat echt niet ver. Oh my god. Oh fuck, hij ging over de kop. Oké, jullie hebben het gezien, oké. Ik heb hem niet vermoord. Ja, ik heb hem wel vermoord, maar dat was niet mijn schuld. Totaal niet mijn schuld, oké. Pak deze motor even, want die moet terug naar de impound lot. Dus laten we die even hier zo parkeren. Zo, mooi. Zo, deze motor moet met een getowtruck. Yes, yes, hij moet getowtruck worden, oké. Wij kunnen weer op onze eigen motor stappen. Sorry dat deze man dood is, oké. Heel snel gaan we hier vandoor. Hopelijk krijgen we zo nog weer een vettere call. We kunnen wel even kijken. Kunnen we een chille call regelen? Stolen police bike, Pacific Bank Heist. Die is niet goed meer. Patrol theft. Petrol theft, niet patrol theft. Stolen military tank, purse with a knife. Yes. Bam. That's what I wanted. Als we in de buurt komen, doen we natuurlijk onze geluid af en onze lichten laten we aan. Want de mensen die om ons heen zijn, moeten natuurlijk nog wel steeds doorhebben. Oh, oh, oh my god. Oké, ik ben zo blij dat ik dat overleefd heb. Die moeten natuurlijk nog wel steeds doorhebben dat wij de politie zijn en dat we met nood en spoed ergens naartoe gaan. En mijn driving skills moeten wel iets beter zijn nu. Iets beter, Joey. Je kunt het, Joey. Oké, eens even kijken hoor. We zijn al in de buurt volgens mij. Dus we doen gewoon dit even uit zo. Echt, degene trouwens die mij gezegd heeft dat het met de knop J moet. Je bent echt een lifesaver, oké? Okay? Je bent echt een lifesaver dat je dat hebt gezegd, want ik wist het eerder niet. Ik deed eerder altijd via dat fucking minuutje de hele tijd. Maar vandaar deed ik het ook niet zo vaak. Maar nou kan ik het echt toepassen in de episodes makkelijk. Ik wist niet dat er een sneltoets voor was. Oké, we komen nu bijna aan bij de liquor store. Laten we nou maar helemaal de sirenes uitdoen, zodat ze helemaal niks door hebben. Oké, we gaan eerst even checken. Ik weet niet of die vrouw die ervoor staat hun aan het waarschuwen gaat. Of wat de planning is, maar we gaan eerst even sneaky hier naartoe en we gaan kijken wat er precies aan de hand is. Oké, hoeveel mensen zijn er binnen? Mevrouw politie, aan de kant. Het is beter voor u als u nu weggaat. Oké, come any nearer and I'll kill you both, pig. Ik wil gewoon met je praten. Het enige dat ik wil is praten, oké? Oké, ik moet hem misschien uitschakelen. Wat ik eerst nog even ga doen is... Attention all units, we've got an officer requiring assistance in Morningwood. Respond code 3. Damn it. Copy, dispatch. Oké, meneer, we willen gewoon praten. Dit is de politie. Kunt u dat wapen voor me neerleggen? Oké, ik ga approachen. Is er al backup? Ja, er is backup. Oké, ik ga approachen. Holy fuck. Oké, hij begon in één keer te schieten. Ik moest hem uitschakelen. Kijk, er zijn nog meer mensen binnen. Ziet er nou uit van niet. Okay, ik neem dat wapen natuurlijk mee. We moeten nog even achterchecken. Oké, daar zit ook niemand. Oké, mevrouw, ik kan het gewoon omlaag doen hoor. Van de politie. Draait het je handen maar omlaag. De robbery is gecleared. En hierbij sluit ik ook deze episode af. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet me niet te volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Vergeet ook niet even te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan check ik jullie allemaal weer bij een volgende video. En dat is morgen om 4 uur hopelijk. Ik hoop het. Want ik ben zeg maar weg nu.
ik ben niet thuis. In ieder geval, iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.